Oefening 1. Squats. Je start rechtopstaand met je voeten op schouderbreedte. Span je buik en bilspieren aan en zak rustig door je knieën. Zorg ervoor dat je je knieën goed naar buiten duwt en je rug in een neutrale positie blijft. Oefening 2 Bicep Curls Sta in een brede steunbasis, je schouders zijn ontspannen en lichtjes naar achteren. Breng het gewicht naar je toe door je ellebogen te buigen. Let erop dat je bovenarmen naast je lichaam blijven en dat je niet slingert met je romp. Oefening 3. Rose. Sta licht voorovergebogen met je voeten op schouderbreedte. Je rug blijft in een neutrale positie. Houd tijdens de hele oefening je schouders lichtjes naar achteren. Span je buik en bilspieren aan en breng het gewicht naar je borst. Je ellebogen blijven hierbij dicht bij het lichaam. Oefening 4: Push-ups. Plaats je handen op schouderbreedte en je voeten op heupbreedte. Maak van je lichaam een plank door je buik en beeldspieren aan te spannen. Breng rustig je borst naar de grond door te buigen in de ellebogen. Je ellebogen blijven dicht bij het lichaam. Oefening 5 Lunges Je start rechtop staand. Maak een uitvalpas naar voren of naar achteren. Let erop dat je je voorste knie goed naar buiten duwt. Je achterste knie raakt ongeveer de grond. Je voorste voet blijft plat op de grond en bij de achterste komt de hiel van de grond. De romp blijft mooi rechtop. Wissel links en rechts af. Oefening 6. Dips. Plaats je handen op de rand van de stoel op schouderbreedte. Span je buikspieren lichtjes aan en beweeg je zitvlak recht naar beneden door te buigen in je ellebogen. Je schouders blijven laag tijdens de hele oefening. Neem zoveel steun met je voeten als nodig is. Oefening 7: Plank. Je voeten zijn op heupbreedte en je ellebogen zijn recht onder je schouders. Span je buik en bilspieren aan en maak van je lichaam een plank. Blijf zo staan en zorg ervoor dat je niet gaat doorhangen in je rug. Oefening 8. Tenenstand. Je staat rechtop met je voeten op heupbreedte. Ga op je tenen staan op een trage en gecontroleerde manier. Tijdens de beweging blijft je romp rechtop. Oefening 9: zijwaarts heffen. Sta in schredenstand. Span je buik en bilspieren lichtjes aan en hef de gewichten zijwaarts en een klein beetje voorwaarts omhoog tot horizontaal. De schouders blijven laag en je slingert niet met je romp. Oefening 10. Benen heffen. Ga lang uit op de mat liggen met je benen recht omhoog. Duw je onderrug in de mat en laat je benen rustig zakken. Zorg ervoor dat je onderrug niet loskomt van de mat. Buig je knieën om de oefening minder zwaar te maken.